Ik ben Joy Pieters. Ik ben 30 jaar en kom uit Papendrecht. En Joy beklimt in 2023 de Matterhorn, een berg op de grens tussen Zwitserland en Italië. En dat doet hij niet zomaar. Nou, ik ga die berg beklimmen omdat ik in 2020 ben ik gediagnosticeerd met een hersentumor. En we gaan die berg beklimmen om geld in te zamelen, zodat we hersentumoronderzoek kunnen stimuleren en ondersteunen. Joy beklimt de Matterhorn dus voor een goed doel. Een doel waar hij zelf ook nog dagelijks mee te maken heeft. Voordat werd vastgesteld dat hij zelf een hersentumor had, had hij pijn in zijn nek en tintelingen in zijn armen. Op aanraden van collega's bracht hij een bezoek aan de huisarts. En ik had het met collega's erover en die zei tegen mij van joh, anders ga je even langs de huisarts. Hij zegt dan, ben je er dadelijk zo vanaf, wie weet is het gewoon iets heel simpels. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Doorverwezen naar de neuroloog, kreeg ik een MRI-scan. En toen hebben ze inderdaad een tumor in mijn hoofd gevonden. Dus ja, dan begint alles te lopen. Ja. Nog dagelijks heeft Joy tintelingen in zijn armen en dus merkbaar last van zijn tumor. Waar volgens doktoren oud mee te worden valt. Maar om de 4478 meter hoogliggende top te bereiken, kan hij, met zijn beste vriend Robert, nog wel wat steun gebruiken. Ja, we hebben via de website steunactie.nl. En dan toets je in de Onlyways app en dan zie je onze actie met een verhaaltje erbij waarom, wie wij zijn en hoe wij geld in willen samelen. We zijn trouwens nog wel hard op zoek naar sponsoraars voor materialen, dus die zijn van harte welkom. Vind je het fijn dat er iemand altijd mee is die je steunt? Ja, tuurlijk. Het is mijn beste maat vanaf kleins af aan al. Dus het is toch tof dat je dat samen gaat doen, weet je wel. En, ik ben hartstikke dankbaar dat hij me gewoon door dik en dun steunt en dat hij met me meegaat. Het is toch wel een levensgevaarlijke tocht ook wel. Er gaan ook gewoon jaarlijks mensen die komen er om het leven, dus het is niet dat je even zo omhoog loopt. Nee, zeker niet. Ik laat me zeker niet uit het veld slaan. En, we gaan er gewoon vol met gestrekt been in en we gaan gewoon zorgen dat we een mooi bedrag bij elkaar halen. Ja, nu heb je de top bereikt van de klimhal in Dordrecht, maar ga je de top van de Matterhorn ook bereiken? Ja, zeker. Gaan we zeker voor. The only way is up.